Oké, van harte welkom bij een nieuw Golden Sports Training Circuit. Vandaag is mij te hulp gekomen Tini Ilje. Van harte welkom. Dankjewel jongens. We gaan 6 oefeningen doen met het hele lichaam, zodat we onze benen, armen, rug en buik goed trainen en ook een stukje coördinatie meenemen. De oefeningen duren 30 seconden en je kan het hele circuitje gewoon lekker meedraaien. De uitleg die volgt iedere keer na een oefening. 15 seconden uitlegtijd en dan 30 seconden oefentijd. De eerste oefening, dat is een oefening waarbij we zijwaarts reiken. Je gaat met je rechterhand naar links en met je linkerhand naar rechts. Dan plak je op een soepele manier achter elkaar door. Benen en buik mogen meedoen als je voldoende controle hebt. Dus je kan het alleen met de armen doen, maar je kan ook proberen om meer het hele lichaam te gebruiken. En dat is wat we adviseren. Komt ie aan. Ben je klaar voor? Ja, helemaal. Let's go. 3, 2, 1 en 30 seconden. Bovenlichaam is mooi rechtop. En maak de beweging zo groot en zo snel als waar jij jezelf prettig bij voelt. En je kan meekijken over je rijkhand. Het belangrijkste natuurlijk is dat je op een veilige manier goed kunt blijven staan. En dat ziet er heel goed uit. De eerste 30 seconden zitten erop, dus we mogen door naar de volgende oefening. En dat is een oefening waarbij we de handen op de schouders leggen, een kleine kniebuiging maken en vanuit die positie ons helemaal op gaan strekken. Die plakken we weer achter elkaar door. En daar gaat die. 30 seconden. Hoppa! Probeer goed op de hele voet te blijven staan. En ga zo diep als waar jij je prettig bij voelt. Natuurlijk wil je nooit klachtjes hebben, geen pijn. Altijd met vertrouwen kunnen bewegen. En als het lukt, kan je je bovenin net even een centimetertje langer maken. Hoppa! Alsof je dat bovenstapeltje uit de boom pakt. Nog langer, ja. En korte rust. Oké, dan gaan we naar een oefening die misschien een klein beetje agressief overkomt, maar dat helemaal niet is. We gaan sportief boksen. Stevig staan, met om en om een linker en een rechter stoot, waarbij je de schouders een beetje mee laat doen. En daar gaat hij. Let's go! 30 seconden. Ook nu mag je de benen, buik en rug weer goed mee laten doen. En we gaan natuurlijk weer voor souplesse. Een mooie, gecoördineerde en soepele beweging. Yes, that's it. Hartstikke goed. En 15 seconden rust. Dan gaan we naar de cross country. Dat is een oefening waarbij je begint met één hand voor je hoog, achter je laag. Dan maak je een kleine kniebuiging waarbij de handen bij de knieën komen. En dan zwaai je door, waardoor de handen aan de andere kant omhoog komen. Yes, gaan we proberen. 30 seconden lang. Daar gaat hij. En start. Een hele mooie conditionele oefenvorm. En op. Op, heel goed. Nou, zowel de benen, buik, rug als armen zijn goed aan het werk. En dat is het pauzesignaal. Nou, voor de volgende maken we een zijwaartse buiging met een hand in de zij. Dat betekent dat we beginnen met de rechterhand in de zij en dan de linkerflank eigenlijk helemaal uitrekken. En dat wisselen we af met de andere kant. Dan kunnen we meteen gaan starten. Gaat die 30 seconden. Wat gebeurt er? Doe hem even rustig aan. Als je pijn hebt, doen we een stapje terug. We proberen de 30 seconden vol te maken op een manier die bij ons past. Dat is goed, ja. Eerst rustig aan, klein stukje. En de andere kant. Altijd goed letten op je lichaam, luisteren naar wat je voelt. Wij passen de oefening een klein beetje aan, omdat die iets te heftig was in het begin. Dat waren voor nu de 30 seconden. Dus we zijn alweer aangekomen bij de allerlaatste oefenvorm. En de laatste oefenvorm, daarvoor pakken we een lichte kniebuiging waarbij we de handen voor ons brengen. Dus dat betekent een klein stukje dippen met de handen voor het lichaam en weer terug omhoog. Nou, de tijd loopt, dus we gaan de 30 seconden mooi volmaken. Heel gecontroleerd, rustig aan, omlaag en weer omhoog. Yes, that's it. Okay. Heb je jezelf niet bezeerd?
Nee, het zit gewoon. Zo zie je maar weer, hè? Altijd goed blijven opletten. Het zit. Dit is een bekende blessure, dus we proberen er een beetje omheen te werken. En dat was allemaal weer. 6 keer 30 seconden. Tini, hartstikke goed gedaan. Ja, dankjewel. Dat was weer een beweegrondje voor vandaag. Doe dit dagelijks. 2 keer per dag, 3 keer per dag. Blijf lekker bewegen. Denk aan gezonde voeding. En blijf fit. Tot de volgende keer. Ja, helemaal goed.